jongens, ik ben weer Dennis, aka Denniske, en vandaag hebben jullie weer een nieuwe GTA 5 video. En in de video van vandaag laat ik jullie de nieuwe voertuigen zien, of eigenlijk alle nieuwe content zien, die vandaag is uitkomen in de nieuwe update. En ik zie daar een geldbusje, nou fuck dat geldbusje. We zijn hier niet om geldbusjes te overvallen, het is geen multiplayer, dus dit is in dit geval ook singleplayer. Het is grotendeels eigenlijk voor multiplayer, want de singleplayer is het niet zo heel speciaal, maar het is makkelijk dat je de singleplayer kan laten zien. Dus ik laat heel eventjes de singleplayer zien, want in multiplayer heb ik geen geld. In ieder geval, de auto's zijn op zich niet heel duur. Ik had verwacht dat ze echt miljoenen zouden kosten. En in multiplayer kosten ze dus niet zo heel veel. De allerduurste kost 500.000, dat is natuurlijk nog steeds heel veel geld. Maar ja, dat valt voor het sparen. In ieder geval, singleplayer is alles gratis. Je gaat gewoon naar je garage toe. In dit geval deze garage, want ik ben met Franklin. En dan gaan we naar binnen. En dan kun je daar gewoon selecteren bij die special vehicles, volgens mij. Dus ga eens kijken. Als je opschiet. Trouwens, ik had gehoord dat tijdens de E3 dit jaar, dat de Rockstar zou aankondigen dat GTA 5 voor de next gen komt. Ik hoop echt dat dat het geval is, want dan ga ik hem sowieso denk ik voor de twee keer kopen, want ik wil hem echt graag op de next gen hebben. In ieder geval, we beginnen met de Turismo. Dat is gewoon de beste wagen van alle drie. Dit is de fucking meest badass auto die ertussen zit. En ja, ik weet niet waar hij echt op lijkt. Ik heb hem al eerder gezien. En dit is hem. Ik vind hem een klein beetje weg hebben van de nieuwe P1 volgens mij. Van McLaren en misschien een beetje een Ferrari-achtig iets. Want er is ook zo'n Ferrari die er hier een beetje op lijkt. Die nieuwe volgens mij. Nieuwe Enzo denk ik. Hij lijkt een beetje op de nieuwe Enzo. In ieder geval, dit is dus die wagen. En ik zal eventjes, ik zal eventjes geluid uitzetten. Dat geluid, jongens. Ik weet niet of dit nou trouwens, in de video doe ik al het geluid iets omlaag. Dus jullie horen dat geluid niet echt. In ieder geval, het ding maakt echt een bruut geluid. Hij ziet er fucking sick uit, dus we gaan hem zo meteen ook even tunen. Ik ga even kijken op de kaart waar we toe gaan. We gaan naar deze. Hier hebben we mooi een rechte weg volgens mij, of niet? Dat valt tegen. Maar in ieder geval, we gaan meteen crossen. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb net al mee gereden hoor. Een andere, ik had hem al getuned en alles. Alleen, ik kwam erachter dat mijn mijn Elgato uitstond. Oh, dat is echt het grootste faal ooit. Maar oké, ik heb hem al mee gereden en hij rijdt echt fantastisch. En ja, vooral toen hij getuned was, was dat ding echt sick. We gaan nu eventjes naar dat ding toe rijden. Als hij getuned is, dan heeft het ding echt de perfecte wegligging. Hij slipt voor geen meter, hij rijdt echt super hard, hij rent super goed. Dat ding is gewoon zonder twijfel gewoon de fijnste auto, vind ik dan. En ik weet niet of het snelste is, dat heb ik niet kunnen testen, want toen dacht ik, kut. Wel gaat dus dat uit. Dus, oh shit. Dus ik begin wel gewoon overnieuw, dus ik heb mijn auto ergens neergeflikkerd, gedumpt, weet ik veel wat. Toen denk ik, nou oké, dan gaan we helemaal overnieuw naar die plek toe. Dus, dat is best wel erg. En ik heb trouwens niet heel veel geld nou in de singleplay. Ik heb iets van 1,2 miljoen. Ik weet niet eens of ik die kan zien. Nou, nah, fuck it. Nee, zet geen radio aan. Ha! Die besturing. In ieder geval, ik heb nog 1,2 miljoen. Ik had eerst iets van 150 miljoen. Maar ik had in iets geïnvesteerd wat multiplayer based is. En dat bijna niemand meer multiplayer speelt. Kon ik daar geen geld meer op verdienen. Dus als ik daar nou geld afhaal, dan hou ik er nog maar een miljoen van over van de 150 miljoen of zo. En ik dacht van, weet je wat, misschien als daar ook die heist update eraan komt, ik weet niet wanneer dat is. Maar dan gaan mensen weer de multiplayer spelen. Dus als ik wacht op dat moment en dan mijn geld zeg maar opnemen als het ware, dan is het meer dan 1 miljoen. Dan hoop ik dat ik toch nog 50 miljoen overhoud of zo. In ieder geval, we zijn in de garage aangekomen. Met wat deukjes en krasjes, maar niet uit. We gaan even repareren. Mooi, ja, weet je wat, ik kan me uitkenseren. Flikker er alles op. Dan weten jullie ook hoe die compleet is. Hier zie je de verschillende uitlaten. Ja, we gaan altijd voor de duurste, hè? Altijd de duurste nemen. Ja, de Horn is al zo fucking triest. Oké, Xenon Lights. Waarom heeft zo'n dikke sport als dit? Heeft dat niet standaard? Dat is toch triest? Oké, oh nee, ik moet die hebben. De kleur, ja, ik had hem net rood gemaakt, want ik wist gewoon niet welke kleur ik hem moest doen. Ik kwam eigenlijk in het wit. Dat vond ik persoonlijk best wel sick, maar we doen hem toch gewoon rood of zo. En ik moet niet zijn, zo irritant, wacht eventjes. Dan weet je wel, ik knip er daar wel uit. Of niet. Waarschijnlijk niet. Nou ja, even kijken. Dit is allemaal blauw. Groen is op zich ook wel grappig. Maar dan verneuk je eigenlijk heel het principe van deze auto. Dan lijkt het echt een... Ja, een Toy Story auto slash Kellogg's ding. Waar je uit de Kellogg's doos kan krijgen. Een Hot Wheels auto of zo. De geel vind ik ook niet alles. We doen hem gewoon... Oranje, maybe? Nee. We doen hem rood. Dat viel met enorm goed. En toen had ik deze kleur rood. Vind ik vetter als dit. Nee, deze kleur is mooi. Oké, Formule Red. Je kunt secondary, dat is op zich best vet dat dat kan. Kijk maar, want als je bijvoorbeeld wit, dan zie je hoe groot het verschil is. Op zich is dat best wel sick met dat wit.
Alleen ja, niet echt waar ik van hou. Op zich, wacht. Ik doe een mat grijs. Nee, hij wordt ook rood. Waarom is dat? Oké, dan doen we gewoon carbon, omdat dat gewoon log klinkt. Oké, volgens mij heb ik alles op zitten. Ik ga even terug naar die garage crossen, dan zien jullie gelijk hoe de ding rijdt. En dan pakken we de Jester. En bij de Jester, iemand had in de comments geplaatst van de Jester, daar is een Toyota Supra. Want dat was in GTA San Andreas ook zo. En dacht ik, oh, dat is waar ook, joh, dat is fucking awesome. Alleen helaas is het geen Supra. Dus dat is een beetje balen. Maar we gaan even met de ding naartoe crossen. Dit ding is echt awesome, joh. Soms zie je mij een beetje zo doen. Dat doe ik expres, want ik wil dat hij gaat slippen. Dat vind ik fucking vet om te zien. En ik ga helemaal verkeerd volgens het ding kunnen zeggen. Als je gewoon doorrijdt, dan past hij zich wel aan. Oh. Net als een echte TomTom. Die stuurt je ook altijd de verkeerde richting in. In ieder geval de meeste. Dit ding is echt awesome, jongens. Dit ding is echt awesome. Ik ga echt alles aan doen om dit ding ook in de multiplayer te kunnen kopen, hoor. Ook al heb ik geen plek in mijn garage, ik maak wel plek. Zo is het gewoon. We maken plek. Dit ding is echt bruut. Ik moet ook even kijken welke kleur, want volgens mij heb ik nog geen één auto. Oh jawel, ik heb Lamborghini rood. Ik wil geen één auto dezelfde kleur hebben. Dus dan moet ik allemaal gaan kijken hoe en wat. Maar ik denk dat deze auto rood wel het beste is, hoor. Want volgens mij is het echt een soort van combinatie tussen de nieuwe Ferrari, de nieuwe Ferrari Enzo. En de P1 van McLaren. En oh, zie die skills. Dat was ook niet echt bedoeld, maar oké. Dit ding is awesome. Ik loop daar ook nog wel voor een rondje mee. Jammer dat er nou krasjes op zitten. Maar ja, dan krijg je toch gelijk, hè. Gelijk wordt een nieuwe auto. Oh. Ik ben nog niet helemaal... Oh, the fuck, hij is echt te laag. Ik ben het niet helemaal eens over de kleur, maar de auto is echt wel sick, hoor. Sowieso de beste DLC die er nu is, tot nu toe is uitgekomen. Nou, we gaan de Jester bekijken. Die heb ik zelf echt nog in één keer gezien. Of ja... Ik heb hem op de site gezien, zeg maar, in multiplayer, hoe je hem kon kopen. Deze kost 500.000, die ik net had trouwens. Volgens mij kost de Jester 250.000 en de Albanië kost 150.000. Dus dan weet je de prijzen. Dus ik had het al eventjes in multiplayer gekeken. Dus ik heb die andere auto's nog niet in het echt, zeg maar, gezien. Dus ik ben benieuwd. Misschien is hij toch wel vetter als ik dacht. En nou, daar kan ik aan denken. Eigenlijk moeten ze ook zo'n Lexus LFA erin plaatsen. Ja, wat is dit? Is het dan weer een beetje jammer. Ik kan niet zeggen waar deze auto op moet lijken eigenlijk. Nee. Het is een beetje een tegenvaller. Ja, dit is een tegenvaller. Nou, we gaan weer terug naar de garage. Misschien kan hij super vet worden. Dus daar gaan we dan maar hopen. Want dat is zelden met mijn... hoe heet dat denk ik weer? Nee. Ik wou zeggen Turismo, dat is helemaal geen Turismo. Ja, ik heb zo'n auto... En die lijkt een beetje op een Subaru. Ik kom zo zelf even niet op. Oh, volgens mij is dit een elektrische auto. Dan denk ik wel dat ik weet welke het is. Ik kom zo niet op die naam, maar volgens mij weet ik deze auto wel. Hij is elektrisch in ieder geval. Dus we hebben al geen dik geluid. Dus weer een tegenvallen. Jezus, deze auto blijft maar tegenvallen. waarom? Waarom, Rockstar? Als je nou log geluid onder had geplaatst, was deze auto misschien wel vet geweest. Ja. Nee, dat was die auto. Hoe heet die auto ook weer? Nou, maar niet uit. In ieder geval was ook een auto die was standaard ook best wel saai. Maar als je hem dan eenmaal tuned, dan was die fucking sick. En die heb ik ook nog in mijn garage staan. En die hou ik ook in mijn garage. Maar nou wordt het... Oh shit, dat er tussendoor kwam. Nou wordt het een beetje de vraag van... Wat ga ik nou doen? Welke auto's ga ik wegdoen? Ik heb twee auto's... Motors... Ik heb drie dingen die ik weg kan halen. En dat is, één is mijn Vito. Maar die heeft emotionele waarde. Die auto vind ik gewoon awesome. En verder rest is het een American Muscle. Nou ja, iedereen heeft één Amerikaan nodig in zijn auto eigenlijk. Of in zijn auto, is auto garage bedoel ik. En de laatste is een motor. Ja, een motor is ook altijd handig om erbij te hebben. Dus, wat ga ik wegdoen? Nou, ik heb nog eventjes om erover te denken, denk ik. Want ik heb geen geld. Dus, of ja, ik heb alweer een beetje gespaard. Dus dat komt misschien nog wel goed. Ik krijg op zich nog wel sneller geld als ik had verwacht. En we beginnen trouwens bovenaan, hè. Armor, hoppakee. Ik ben nou trouwens mijn auto gewoon kwijt, hè. Oh, wacht. Hey, bumpers. Had ik niet... Ja, bumpers. Voorkant. Ja, pak gewoon een onderstel, maakt mij uit. Ook al vind ik die carbon fiber niet het vetste. Oké. Verder is engine altijd.
Exhaust, ik had gelijk de duurste gepakt, maar nou ja, dat is ook inderdaad wel de logste. Horn, daar heb ik het niet zo op. Xenon ligt erop. Hier ook weer bij deze auto. Dit is een elektrische auto. Helemaal van de toekomst, weet je wel. Of ja, niet van de toekomst, maar... Weet je, tegenwoordig krijg je heel veel elektrische auto's, want dat is beter voor de toekomst. In zo'n zin bedoel ik. En wat hebben ze dan? Dan hebben ze niet Xenon-verlichting. Net zoals die dik sportauto van net. Ik snap dat echt niet. En wow, what the fuck. Dit is wel dik, hoor. Dit is wel dik. Kijk dit. En dat is WhatsApp. Oh, nou wordt die wel locht, hoor. Mag ik zeggen wat je wil. WhatsApp, hou een beetje stil. Zo. Roof. Oh jongen, deze auto wordt alleen maar locht. Hier kun je wel dikke dingen op doen, hoor. Holy fuck, skirts. Ja, je kunt zeggen, wanneer krijgen we die? Side skirts. Ja, ik vind het een beetje over de top, die side skirts eigenlijk. Maar wat kan het mij ook boeien, jongen. Ik flikker deze auto dan toch langs de kant van de weg. Deze auto, die moet echt volgens mij zo worden. Gewoon een dikke DTM auto. What the heck, man. Ik flikker er gewoon op, wat kan mij het interesseren. Hij is nou echt enorm rised. Voor de mensen die weten wat dat betekent, zeg maar, als je de auto... Ja, eigenlijk niet, het is geen kutauto, maar als je gewoon normaal gezien eigenlijk een kutauto hebt, bijvoorbeeld een Opel Corsa of zo, en je gooit een dikke spoiler op, en sideskirts en al die shit, dan heb je eigenlijk een rised auto. Een auto die niet zo hoort en dan veel te overdreven. En ja, deze is duur, maar hij is wel overdreven. Ja, velgen of velgen jongens, ik weet het niet eens. Zal ik gewoon deze pakken, maar dat past niet erbij, hè. Ik weet het niet, man. Ik vind die velgen die hij nou heeft eigenlijk wel goed. We laten die velgen gewoon eronder staan. We doen... Oh, we moeten ook nog een kleur verzinnen voor deze auto, man. Dammit, dat is het moeilijkste van alles. Nou, Windows. Limo. Oké, nou hebben we volgens mij alles gehad. Behalve de kleur. Respray. Oh, we hebben ook weer twee kleuren. Dat is ooit vet om te zien welke kleuren komen. Oh, gewoon een streep eroverheen. Hij lijkt wel een beetje op de Audi eigenlijk. Dat is wel jammer. Hij lijkt te veel op een Audi. Waardoor het eigenlijk wel een beetje paal is. Ik ben geen Audi-hater, maar dan is hij niet zo speciaal, snap je? Als je er eentje rond zit rijden, ah, dat is Audi, denk je dan. Dit is wel locht. Dit is wel locht, hoor. Zo'n streep eroverheen, zijn groene. Ze hadden ook dat je van die stickers op kon plakken of zo. Dat hadden ze echt moeten doen. Dan was deze auto echt sick geweest. Zo is je wel bruut. Ik weet niet, maar ik heb iets met wit de laatste. Ik vind auto's in het wit echt fucking vet. Oké. Ik denk dat we de middelste echt zwart moeten laten. Dat die dan het mooiste is. What the fuck. Dan krijgen we echt een Hot Wheels auto. Ja, ik weet het niet. Ik vind deze auto eigenlijk helemaal niet mooi. We doen hem in het oranje. En dan doen we bij die banden. Had ik een suspension? Ja, oké. Okay. Bij die banden doen we dan ook wel die... Oh, banden zeg ik. Wheels. Doen we dan ook wel die tire smoke, doen we orange. Ja, ik laat hem wel gewoon zo. Ik vind deze auto een beetje tegenvallen. Ik had er zoveel van verwacht. Als het echt een Supra was geweest, dan was deze auto zo fucking vet geweest. En het is wel een auto om ja, in je gedachten te houden. Van, ah, het is wel geinig om te kopen, maar kijk jongen, die spoiler die doet het hem echt. Ziet er niet uit, oké. Okay. Kan je wel vertellen, die andere auto is sowieso beter. Betaalt ik wel het dubbele, maar dan heb je ook wel. Maar gaan we in ieder geval weer terug. En dan gaan we kijken voor gaan we kijken voor die Albani. Hey, kijk waar ze me heen sturen, jongen. Ik kan maar zo rijden. Oh, toch handig, hè, die slow-mo shit. Deze auto is wel snel. Want ik ben er geen geluid maakt. Dan... Dat is wel snel, hoor. Valt niet tegen. Lijkt wel snel als die wagen van net. Maar dat is ook met die andere elektrische auto, die... Gewoon al kon kopen, zeg maar. Ik weet niet hoe die heet. Maar die lijkt een beetje op de Lotus. Dat ding, dat is ook fucking snel. Dat lijkt helemaal niet zo snel. En ik vind deze auto gewoon lelijk. Ik ga deze niet kopen. Nee. Beetje tegenvallen. Ik zit helemaal niet op te letten, hè. Helemaal niet op de weg letten. Slechte voorbeeld geven hier alles. Oh. Die auto heb ik nog nooit gezien, niet aan het rijden. Oké, we zijn er bijna. Dan gaan we die Albanië. Van die Albanië hoef je man niet veel te verwachten. Want volgens mij is dat gewoon een kutauto. Dus waarschijnlijk. Die eerste die ik net liet zien. Dat is gewoon de vetste auto van allemaal. Maar dat was ook wel te verwachten eigenlijk. Hè? Dus in ieder geval die zal ik kopen. Deze waarschijnlijk niet. En die Albanië zal ik ook maar gewoon lekker laten staan waar die staat.
Ik ben benieuwd of mijn auto nog staat. Nee. Oh, sorry. Nee. Het is tegenvallen. Oh, jongens. Die stoepranden maakt zich zo hoog. Nee. Hij is lelijk. Ook al doet het die spoiler het wel een klein beetje die ik er net zelf op heb gegooid. Maar ik vind gewoon de auto. Het model vind ik lelijk. Dus. Lijkt een beetje op een Audi. Dus dat vind ik niet zo heel erg denderend. Ook vond ik wel vet dat je bepaalde dingen zoals die... Net ineens dat die motorkap verandert, dat dak verandert. Aan de zijkant voor de tank en alles, dat vond ik op zich wel vet. Oké, laatste auto, Albani. En daarna hebben we nog vliegtuig en dan die kleding. Die kleding zal ik wel in-editen ofzo voor jullie. Die ga ik daar ook niet doen, want dan wordt de video te lang. Dit is de Alfa. Zei ik de Alfa? Of zei ik net iets heel anders? Ik weet niet meer. Maar ja, dit was hem in ieder geval. Nou ja. Dit is inderdaad geen zak aan. Dit is gewoon een mislukte auto. Weet je, dus auto ook weer het echt. Als je de zijkant dan zie je wel welke het is. Maar ik kom even niet op naam. Rolls Royce, Bentley, iets in die richting volgens mij. Ah, ik vind het gewoon een kut auto. Maar in ieder geval iets in die richting moet het zijn volgens mij, ja. Ook als je naar het logo kijkt. Het logo lijkt wel een beetje op Cadillac. Maar alleen dit is volgens mij niet Cadillac. Maar niet uit. We gaan weer even terug naar die tuning stores. Maar ga ik nou verkeerd. Deze auto vind ik het lelijkste sowieso. Deze koop ik gewoon al bij voorbaat niet. Ik hou niet van zulke auto's. Ik vind het echt van die auto's die mensen kopen die te veel geld hebben. En geen smaak hebben voor auto's. En misschien zeg ik nou iets heel verkeerds voor jullie. Maar ik vind het gewoon echt lelijk auto. Dus. Hij rijdt op zich best wel door. Dat is één voordeel. Maar hij slipt als een motherfucker. Kan ik er tussendoor? Nee. Ja, dat krijg je dan met zo'n auto, hè. Kijk dan toch, joh, rommel. Rommel is het, jongen. Hij valt toch gewoon gelijk uit elkaar. Was ook best wel een crash, maar... Dit. Ik had gewoon zo moeten doen, maar dat vind ik altijd zo saai. Dat vind ik op zich vet dat in multiplayer dat je slow-mo shit niet kan doen, want... Op zich is het veel vetter als je die slow-mo shit niet gebruikt. Dan is die auto gewoon lochter. Dan kun je mooi rondcrossen en zo. Dan voel je echt een baas. Dus we zijn er alweer bijna. Ik ben benieuwd wat je hierop kan doen, waarschijnlijk niet heel veel. Dit is echt, ja, wat zou je hierop doen? Als je zo'n auto helemaal zo tunen met spoilers en zo, dan spoil je helemaal niet, want dat hoort gewoon niet. We zijn er bijna, kan ik tussendoor, hoppakee, perfectie. Het wordt al donker, joh. Korte dag, want die eerste auto toen ik gepakt was het net licht. Oh, ik zei Albani, dat klopt, hier heet Albani Alfa. Heel leuk, armen erop, omdat het kan, brakes, omdat het kan, bumper. Oh, that's it, woehoehoe. Engine, exhaust, deze is gewoon vetter, maar oké, we doen maar gewoon die. Because I can. Dit ziet er toch niet uit, jongens. Alsjeblieft, zeg. Het is toch lelijk. Oké, die auto die ik net heb, die heb ik ook verneukt, maar dit... Plate, nou, helemaal leuk. Respray, dat zien we dadelijk wel. Skirts, dat maakt hem ook niet echt locht. Spoiler. Goh, wat zal ik erop doen? Dikke GT-wing, omdat het kan. Nee. Ja, ik ben er gewoon heel duidelijk over. Gooi er gewoon geen spoiler op. Dat hoort niet. Oké, hij moet sowieso lager, want dat is veel te hoog. Transmission. Ja, deze auto zal best wel doorrijden. Daar ben ik niet bang voor. Deze moet eigenlijk niet zo, dat hoort niet. Hoewel, hoe hoort zo'n auto? Wat voor velgen hoort er onder zo'n auto? Eerder zoiets. Ja. Ik kan er niet veel van maken, jongens. Het is gewoon een kutauto. We zullen hem wel een ander kleurtje geven. En dan denk ik dat het dat was. Chrome. Als je hiermee gaat rijden, dan ben je echt de bom. Oh mijn god. Oké. Ja, mat grijs maakt elke auto locht. Mat wit. Ah, maar boeit bij het ook. In ieder geval, dit is die auto. Dit ding valt toch tegen. Dus ik kan het niet mooier maken. Het is gewoon een kutauto. Zo simpel is het. In ieder geval, die andere twee die kunnen dan nog wel. Vooral die eerste, die zal iedereen waarschijnlijk willen hebben. Je kunt wel lekker met cross, volgens mij. Dit is de laatste auto van de drie. En we moeten eigenlijk nog naar het vliegveld toe. Maar ik wil eigenlijk niet met deze auto naar het vliegveld te rijden. Deze auto is gewoon zo kut. Ik weet niet eens of ik het vliegveld op kan. Volgens mij heb ik het vliegveld wel gekocht. Of in ieder geval een hangar op het vliegveld.
Nou, hier is de Vestra dan. Dit is het vliegtuig wat erbij zit. En ik was hier helemaal naartoe gereden. En ik had nog een ongelukje onderweg gehad. Dat zullen jullie uiteindelijk ook wel zien. Dat zal ik in de video plakken. Alleen, het was veel te donker, denk ik. Ik wacht eventjes tot het licht wordt voordat ik jullie de vliegtuig laat zien. Want anders zie je niet eens hoe het vliegtuig eruit ziet. Dus dit is het vliegtuig. Het is een enorm klein vliegtuigje. Maar het is nog steeds een vet vliegtuig. En lol, dat logo waar je op dat vliegtuig ziet staan. Dat rondje met die met de vliegtuig erin. Van een afstandje leek het een beetje de Xbox logo. Serieus, moet je kijken. Draai nou niet om, irritant kudding. Ja, nou lijkt het een beetje op een Xbox logo, vind je niet? In ieder geval, dit is het vliegtuigje. Ik zal even een eindje gaan vliegen. En ja, ik dacht van, het is veel te donker, jongens. Anders zie je toch niks. Dus, het is gewacht op wat lichter wordt. En dat is nou... Het is echt een klein ding. Je hoeft hem niet te kopen in singleplayer, dus... Hij staat gewoon bij je voertuig. Je moet wel een hangar hebben op een vliegveld. Anders kun je dus niet bij het vliegtuig. Maar in de multiplayer kost het ding 950.000 dollar, euro, whatever. Alleen, ja, is het waard? Nee. Heel simpel. Kijk dit ding. Dit is toch geen 950.000 waard. Ik heb zelf jets in multiplayer. En daar ga je geen 950.000 hiervoor sparen, hoor. Dat is sowieso niet. En ik wil hier onderdoor. Ik wil hier... Nee, shit. Dat is dan allemaal. Dat gaat het niet worden. Maar ik denk dat ik je sowieso dadelijk ergens nog neerstort. Because I can. Nee, maar die kleding en zo, die zal ik zo meteen in multiplayer aan jullie showen. Ik weet niet of de maskers dan zo zijn. Ik heb niet heel veel zin om dat eigenlijk te gaan kijken. Dat boeit niemand eigenlijk, dus... Ja, waarschijnlijk kleding. Hopelijk ook iets van horloges en zo. Want die had eerst wel, dat is wel vet. Maar had ze heel weinig. De duurste was 15.000 of zo. En dat was niet heel spectaculair. Als ze nou van die lochte gouden Rolex hebben of zo, dat zou wel sick zijn. Maar dan gaan we zo meteen even checken. En daar ga ik onderdoor. Als we verongelukken, dan is dat jammer. Als we het halen, dan is dat eigenlijk ook jammer. Want dan heb ik geen goede. Oh shit! Oh nee! Oh, ik zag lantaarnpaal. Dus ik wou eruit wijken. Alleen ja. Nee, wasted. Nou, we zijn dood. Ik zie jullie zo meteen bij de multiplayer wel. Dus ja, tot zo. Nou, zoals je nu kan zien, nu laat ik jullie eventjes een paar van de hoeden zien die dus bij deze update zitten. En ik had straks over niemand interesseert maskers. Maar iedereen die wil natuurlijk een fucking grote hoed. Moet je maar eens kijken die daar ook komt. Die is echt gewoon zo fucking badass. Dit, hier. Dat wil toch iedereen? Nee, maar even serieus. Ziet er niet uit. Maar dit zijn dus enkele hoeden die je kan krijgen. Maskers zijn er niet, maar dat is ook vrij logisch. Want het is een business pack. Ik weet niet wie er allemaal rondloopt met maskers en zo. Maar niet veel mensen. In ieder geval, vervolgens zie je hier... ik rijd dus lekker in mijn mooie Bugatti. En ik ga naar de kledingzaak. En moet eens kijken wat ik ben. Dus ik doe gewoon mooi rustig op mijn... Dat was dinsdagmiddag. Ja, niks aan de hand. Ik zet mooi mijn wagen neer. Goed geparkeerd, alles. En dan komt er ineens een of ander idioot. En die rijdt me hier bekant van de stoep af. Ja, maar eens kijken. Ja, dat moet toch niet. Ik bedoel. Jongens, wat is dit? Auto 1 voor de win. Mooi is en alles, dus ik krijg geen politie achter me aan. In ieder geval, je moet dus dit soort zaken zoeken. Ik weet niet hoe deze heet. Maar hier staat het al achter op die muur. In ieder geval, dit is dus de duurste zaak en dat is ook vrij loos, dus aan al die kleding die je kan kopen. En ik loop gewoon alles een beetje na, dus hier heb je wat broeken en zo, niet heel interessant. Alleen dadelijk heb je allemaal van die jasjes en zo, en dan moet je allemaal verschillende dingen moet je er weer onder hebben om ze te kunnen selecteren. Dat werkt allemaal niet, laat ik jullie zo meteen wel zien. En dan denk ik echt van, god, wie verzint zoiets. Maar, hier wat kleding, ja. Het is schijnig als je ze nu heel pakt, maar mij interesseert dat niet zo heel veel. Ik loop het hier even uit, in die broek van net als awesome. Dus het is niet heel veel speciaals. Maar ik wil gewoon alles zo'n beetje geshowt hebben. En dadelijk zie je, ik kan niet alles showen. Maar dan zie je ook gewoon hoe fucking bullshit dit spel is. Of in ieder geval, ik snap dat niet. Dus dat zal wel gewoon de fout bij mij liggen. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, hier zie je wat schoenen. En moet je eens kijken wat voor teksten er heel linksonder staan. Zat ik echt zo bij van, ja, dat kun jij niet betalen of zoiets dadelijk. Nou ja. Schoenen zijn allemaal gewoon dezelfde. Ja, ik wil zeggen hakschoenen, het zijn niet echt hak, ja, er zit wel een hak onder, maar fuck it. Nou ja, het zijn dus een hele mooie kleren, niet echt de kleren die ik zou kiezen. Daar heb ik er wel een paar gekocht, zie je dan. Maar dan kwam ik vorige keer ook al probeerde dit te showen en dat werkt dan niet. Met je allemaal verschillende dingen moet selecteren om weer iets anders eroverheen aan te kunnen doen. Dan zie je daar ook al, dit zijn jackets. Dus nou... Ja, ik loop dat ik even alles aan, je ziet er al, ik heb ook al een paar gekocht, want ik snap er geen zak van. Nou, zie je, die kerel die hier al rondloopt, die zit maar door te stalken. Nee, ik zit er niet te stalken, alleen ik was even bezig met de video, dus ik kan geen aandacht daaraan besteden. Dus.
Trouwens, als je met mij GTA wil doen, dan moet je gewoon mijn Twitter in de gaten houden. Ik zal op Twitter plaatsen, hé jongens, ik speel GTA, dan kunnen jullie joinen. En hier zul je het ook zien. Volgens mij is dat... Nee, dit kan ook allemaal nog, die vest. Oké, heel leuk en zo, heel mooi, not. Ik vind dit fucking lelijk, even serieus. Dan lijkt je echt een golfer, zo. Alleen een golfstick en zo'n hoedje moet je dan op hebben of zo'n ding op je hoofd. Maar moet je kijken hier. Er staat er hierbij dat ik jackets moet hebben. Nou, dan ga ik daar ook naar jackets. Nou, heel leuk en zo. Allemaal bullshit. Nou, oké, bij jij wil. Ik word helemaal boven. Ik had er al een paar gekocht, omdat ik die al eerder had geprobeerd. Ik denk, ik zal het laten zien. Ja, ik pak gewoon even iets. Maakt het uit. Een mooie witte. Fashion, hè. Dan ga je terug. En hier. Oh, steeds niet. Ja, en die andere jackets. Klinkt wel. Jackets, die... Nee, dan krijg je zoiets. Dat lijkt me ook niet dat de bedoeling is. Want dit is... Van zo'n update, weet je ook? Van die... God, daar kom je eens op. Nou, die business update. Lijkt me sterk dat je dan voor een vest rondloopt. Dus dat is gewoon stom. En ja, deze had ik net ook al. Dus dat is een beetje faal van mij. Maar... ja, ik neem niet aan dat jullie deze kleren echt... Oké, die jasjes die zijn best vet. Alleen die andere dingen die hier naar onder, dat ziet er niet echt. Lijkt net op een ober of zo met een zwart net. In ieder geval, nou gaan we naar de horloges, dassen en brillen. En daar zitten op zich best wel vette dingen tussen. Nou, ik kan in ieder geval geen dassen uitkiezen, want dat past niet bij die jas die ik hier heb. Dus dat is weer fucked up. Je moet echt allerlei dingen selecteren om andere dingen er weer bij te nemen. In ieder geval, hier zie je dus horloges. Ik begin onderaan, maar zoals je ziet, ik heb de ene laatste Deep Sea Watch. En volgens mij was die serieus 15.000. Misschien dat ik er langs zit, maar omdat die er boven 5.000 is. En het gaat meestal van boven naar beneden goedkoper naar duurder. Niet altijd, maar meestal... In ieder geval daar zag je net, de horloges zitten best wel vet ertussen. En hier heb je de brillen. Ik koop zo meteen ook een bril en ik begin weer onderaan. Dat is eigenlijk best wel dom, want ze staan bovenaan. Maar er staan best wel vette dingen tussen en ik koop er dadelijk ook eentje. En trouwens, sommige mensen die vroegen zich hoe ik aan een ketting kwam. En toevallig achter dit poppetje zie je dus in dat passokje, zie je zo'n soort van hemd zie je daar in zo'n etalage ding zitten. Daar kun je volgens mij die kettingen kopen. Dus voor iedereen die dat wil weten, daar moet je dan zijn als je dat wil kopen. In ieder geval, hier zitten dus wat brillen. Nou, deze zijn niet zo vet. Die onze waren wel allemaal locht. En ik koop er ook eentje. Ik wist niet echt welke ik moest kiezen. Maar volgens mij kies ik die Black Refined ofzo. Ik weet niet, eentje. Of deze misschien. Nee, een duurdere. Ik kocht volgens mij best een dure. Even kijken, welke was het? Heb ik smaak, ja of nee? Dit is brons. Ik wou geen brons, want brons is cheap. Ook al is die duurste. Volgens mij koop ik... Nee, die koop ik niet. Dat kost heel veel. Koop ik serieus brons? Really? Nee. Ik koop deze. Juist. Nou, die is vet. In ieder geval, nou ga ik eventjes naar die gun store toe. Laat ik jullie eventjes de twee wapens zien. Dat is volgens mij een G36 en een Desert Eagle. In ieder geval, dat is de echte benaming. Hier heet een Power Pistol en nog iets. Ander ding weet ik niet. In ieder geval, daar skippen we nou naartoe. En dan zien we jullie zo meteen weer. Nou, op wonderlijke wijze ben ik weer in andere kleding en een andere auto. Die had ik eigenlijk eerder gerecord dan dat andere. Dus, maar in ieder geval, hier zie je dus die wapens. Jong, altijd rechts, DLC wapens. Special Carbine. Volgens mij heet het altijd Special Carbine in het spel als het nieuw is. In ieder geval, dit is volgens mij de G36. En alle attachments zijn best duur. Ik heb niet heel veel geld meer. En ik had hem gelijk in het goud gekocht, gewoon omdat het moest. Ik had hem al eerder al gekocht. En toen was ik weer vergeten te recorden. Kwam ik weer terug. Dus ik heb hem hier niet gekocht. Maar volgens mij kost hij 15.000 voor dit wapen. En volgens dan hier nog 10.000 om hem goud te maken. Dus dat doe ik nou nog. En volgens mij is dat ding echt serieus enorm krachtig. In ieder geval deze koop ik dus. En vervolgens ga ik weer terug. En dan linksonder hangt een heavy pistol. Ik dacht een power pistol. Dat is een heavy pistol. Dit is volgens mij dus een Desert Eagle. Ik wou hem ook in het goud. Maar dan moest ik eerst geld op de bank zetten. En had geen zin in. Dus ik denk, nou oké, dan laat ik hem wel even zo. Ik koop geen attachments, omdat het gewoon te duur is. Dus loop ik hier zo meteen naar buiten. En dan schiet ik er nog een keertje in het rond. En dan zie je, dit ding is echt best wel krachtig. En dan zag je dus mijn auto. Ja, ik had dit eerder gerecord. Ik was vergeten die kleding te doen. Dus dat was wel een beetje dom. In ieder geval, dit is dus het wapen. En hij ziet er fucking vet uit. Ik geef toe. En heavy pistol. Ik weet niet of die pistols echt allemaal heel veel schelen qua damage en zo. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. En volgens mij maakt het allemaal heel weinig uit. In ieder geval, dat was dus de heavy pistol. En hier hebben we dus de special carbine. Oftewel de G36. Hij maakt echt een lomp geluid. In ieder geval ligt eraan waar je het nou natuurlijk mee luistert. Als je op een telefoon luistert, dan denk ik dat je dat niet echt kan horen. Maar met een headset hoor je dat best wel nog geluid. In ieder geval, dat was zo'n beetje alles wat bij de update zat. En ja, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Ik laat jullie zo meteen nog een klein stukje zien van toen ik naar het vliegveld ging. Was wel grappig. In ieder geval, ja, ik zie jullie de volgende keer weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer
Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we. Zo zie je maar weer. Ga nooit op je telefoon zitten tijdens de auto rijden. Want wie weet word je zomaar ineens geschept door een random vliegtuig.